Kate Mossel vind ik persoonlijk niet zo'n aangename figuur. Hoewel ik veel sympathie voel voor de dames uit de werkende stand in het 18e eeuwse Rotterdam, heb ik niets met haar gedweept met de Oranjes. Maar ook ik, overtuigde republikein, moet toegeven dat Kate Mossel een icoon van Rotterdam is geworden. Dit is Rotterdammers van Formaat. Mossel is een van de bekendste historische figuren van Rotterdam. Ze heeft een plek in het collectieve geheugen van de stad. Maar waarom eigenlijk? Maar weinig mensen weten wat ze heeft gedaan. En eigenlijk moet je ook toegeven dat dat wat ze deed de geschiedenis van deze stad niet heeft beïnvloed. Toch is zij een veelbesproken Rotterdamse. Was ze nu een roddelend viswijf dat zich voor de Oranjekar liet spannen? Of een strijdster die voor de belangen van het gewone volk opkwam? Kom maar op met die vraag. Oké, wie is dit? Dat is mijn moeder. Ja, dat is Kate Mossel. Is het koningin? Ja, dat is ook een goeie. Ja. Zij staat daar. Ze was iemand die opkwam voor... Ze was... Een beetje een pittige tante die zich hard maakte voor, maar dan weet ik niet meer waarvoor. Je hebt ook een zaak, geloof ik, die Kate Mossel heet, je mossel kan eten. Kate Mossel, dat is van gehoord. Ja, ik heb wel eens, hoe noem je dat wat we op school krijgen? Geschiedenis. Ja, geschiedenis, maar ik heb deze nooit tegen. Ik ben deze nooit tegen. Nee? Catharina Mulder, weduwe van Leendert de Lange. Oud, circa 60 jaren, geboren in Rotterdam, wonende in de Zwanensteeg achter het klooster, van beroep keurvrouw der mosselen en van de gereformeerde religie. Zo omschreef ze zichzelf tijdens haar eerste verhoor na haar arrestatie in 1784. Op de vraag hoe zij aan haar bijnaam Kate Mossel kwam, antwoordde zij uit hoofde van haar redenering. Als mosselkeurvrouw was zij een bekend gezicht in Rotterdam. Dat keuren deed ze op de trappen van de Spaanse kade bij de Oude Haven. Kate Mossel klom dan hier aan boord van een schip om de mosselen te inspecteren. Eenmaal goedgekeurd werden ze aan de kade gebracht en over de mosselvensters verdeeld, die dan met hun karren de stad introkken om de mosselen te verkopen. Verder weten we niet zoveel van Kaat. Ja, ze trouwde 2 keer en kreeg in totaal 10 kinderen. Haar vijanden noemden haar een helleveeg en een viswijf. Maar dat was natuurlijk om haar in een kwaad daglicht te stellen. Toch mogen we, zegt Erik Palme, die een boek over Kaat Mossel schreef, er gezien haar professie van uitgaan dat ze een pittige dame was die niet op haar mondje was gevallen. Je moet je voorstellen, met die mosselkar trokken zij de stad in. En zoals iedere marktverkoper moest je je waar aan de man brengen. Dus je moest niet op je mondje gevallen zijn. En dat had zij ook in zich. Ze verkocht zelf ook mosselen. Vanwege haar reputatie als keurvrouw van de mosselen niet aan de minste cliëntele. Ze had cliëntele onder de vroedschap van Rotterdam. Dus het stadsbestuur in die dagen. Ja, de term viswijf die komt ergens vandaan. En ik denk dat we daar het moeten zoeken. En zo trok Kaat, als ze klaar was met keuren, er dus ook zelf op uit met een mosselkar. Waarschijnlijk luidroepend dat ze de beste en verste mosselen van Rotterdam had. Verse mosselen! Ja, graag. Zou het zo zijn? Nou, zo naturel mogelijk. Maar Kaat Mossel riep af en toe ook andere dingen.
Zo stak ze haar oranje gezindheid niet onder stoelen of banken. Met enige regelmaat versierde ze haar mosselkar met oranje linten. En riep dan zo hard als het kon: oranje boven! Hoezee! Nu lijkt dat vrij onschuldig. Maar in de 18e eeuw bedreef je dan politiek. Ah, dank u wel. Je koos partij voor de stadhouder en nam stelling tegen de patriotten. Die behoorde dikwijls tot een intellectuele elite die vond dat ze meer inspraak moest hebben in het stadsbestuur. Die patriotten die wilden de macht van de overwegend oranjegezinde regentenkliek doorbreken. Ze vonden dat stadhouder Willem V veel te veel te zeggen had in het land en in de steden. Nederland was in die tijd namelijk een republiek. We hadden als een van de weinige landen in Europa geen koning. Toch eigende de stadhouder zich steeds meer macht toe en gedroeg hij zich steeds vaker als vorst. Jongens, bedankt hè! De steden hadden meer last dan profijt van de stadhouder, die vaak grote risico's nam voor handel en scheepvaart. Zo verliep de vierde Hollands-Engelse oorlog desastreus voor Nederland. Willem V, een nietsnut vonden de patriotten, werd het symbool voor de ondergang van de republiek. En daarom streden de patriotten tegen het Huis van Oranje. Tegen het Huis van Oranje? En dat tegen de zin van het gewone volk, dat juist wegliep met Oranjes. Kijk, wat je moet afvragen, wat was nu de seksappeal van die Oranjes, hè, voor het gewone volk. En je ziet wel degelijk historisch besef van het bij dat volk. Hè. Ze zeiden, Oranjes hebben ervoor gezorgd, hè, dat we ons geloof kunnen uitdragen, dat we gereformeerd kunnen zijn. Ze hebben een eind gemaakt aan de Spaanse overheersing. Dus dat besef, dat leefde wel degelijk. En er werd ook gezegd, dat hebben we aan de Oranjes te danken. En daarbij kun je ook nog bedenken dat die regent de macht naar zich toe wilde trekken en dacht van het volk, ja, misschien komen wij wel in de kou te staan. Het Oranje werd ook gezien als een beschermer van het gewone volk, van het lagere volk, van het grauw. En een groot deel van dat grauw woonde in Rotterdam in het Achterklooster, een echte volksbuurt, direct gelegen achter de Hoogstraat. Het Achterklooster. Letterlijk de buurt achter het voormalige klooster van de Dominicaner dat in 1563 was verbrand. Het was het oranjebroeinest van Rotterdam. Een van de zeer arme volksbuurten waar de mensen in kleine huisjes en in 9 zeer smalle stegen woonden. Ook Kaat Mossel woonde hier. En als mosselkeurvrouw was zij een bekend gezicht en genoot ze enig aanzien. Maar ook de meeste patriotten woonden in het centrum van de stad. Zij het vaak wel in de betere wijken. De twee groepen kwamen elkaar dus overal tegen. Zelfs in de vroedschap, het gemeentebestuur van die tijd, troffen de patriotten en oranjegezinden elkaar. De strijd werd in eerste instantie vreedzaam en tamelijk onschuldig gevoerd. Met vlammende pamfletten, spotprenten en op speciale dagen gingen de oranjeklanten uitgedost en zingend de straat op. Op 8 maart werd de verjaardag van de stadhouder Willem V altijd op uitbundige wijze gevierd. Het viel dan niet mee om je aan de festiviteiten te onttrekken. Wie zijn huis niet versierde en op straat geen oranje droeg, werd lastiggevallen. En in 1783 ging het er heftiger aan toe dan ooit tevoren. De oranjeklanten beschouwden deze periode als een soort carnaval waarin losbandigheid hoogtij vierde. Wat gebeurde op die dag zelf? Je moest een oranje pas bij je hebben. Wat was die oranje pas? Dat waren oranje lintjes die je heel duidelijk op je hoed moest dragen of op de rever van je jas. En als je zo'n oranje pas niet bij je had, dan kreeg je het zwaar te verduren. Er werden flink wat klappen uitgedeeld. Maar ook dat is een carnavalesk element. Hè? Dus in feite werd de hele orde omgekeerd. En de oranje klanten waren op die dag de baas. En dat feest is eigenlijk heel in de ogen van de patriotten flink uit de hand gelopen. En daarvan zeiden de patriotten, daar moeten we bepaalde perken stellen.
Ja, een deel van de patriotten vond het zelfs gerechtvaardigd een gewapende burgerwacht op te richten om herhaling te voorkomen. En zo kwam er een schrikaanjagend vrijkorps. De orangisten voelden zich niet alleen geïntimideerd door het vrijkorps. Eén compagnie van de gewone schutterij sloeg misschien nog wel meer angst aan. Dat was compagnie nummer 9. Deze compagnie, officieel neutraal, werd aangevoerd door de extreem fanatieke patriot Jacob van Elsevier en marcheerde met grote regelmaat en met veel machtsvertoon door de straten van Rotterdam. De volgende verjaardag van de stadhouder werd weliswaar ingetogen gevierd, maar frustraties liepen bij de oranje aanhangers hoog op. En 2 weken na de verjaardag, toen compagnie 9 weer wachtbeurt had, gingen veel woedende Rotterdammers de straat op om hun ongenoegen te uiten, waaronder Kaat Mossel. Het kwam tot een aantal opstootjes. Na die 22 maart is de schutterij bij elkaar gekomen en zeiden van, hier moeten we iets aan gaan doen. En op dat moment werd er gezegd van, volgende keer, als het ons weer gebeurt, gaan we geweld met geweld keren, zo wordt het letterlijk gezegd. En werd er ook om scherpe munitie gevraagd aan het stadsbestuur. En die scherpe munitie werd uitgedeeld voor de volgende wachtbeurt van compagnie nummer 9. En die vond plaats in de nacht van 3 op 4 april 1784. Die nacht liep het echt uit de hand. Op het plein voor het stadhuis aan de Hoogstraat voelde de compagnie zich op een bepaald moment zo in het nauw gedreven door de woedende massa dat de wachtcommandant uiteindelijk het bevel tot vuren gaf. Er waren 4 dodelijke slachtoffers. Kaat Mossel kende er in ieder geval 2 van. Maar de grote vraag is of zij er zelf bij aanwezig was. Ze was natuurlijk een voor de hand liggende verdachte. Overtuigd aanhangster van de stadhouder, verkondigde dat altijd luidruchtig. En ze was een opvallende figuur in het achterklooster, dat Oranje Broeinest in Rotterdam. In de patriottische pers verschenen nu artikelen over Kaat Mossel en ze kreeg de hoofdrol in tal van spotprenten. Een prent van Kaat Mossel herken je eigenlijk in 1 oogopslag. Altijd met open bakkes. Het roddelend viswijf. Achter de mosselkar. Geld in handen, want ze wordt vanzelfsprekend omgekocht door de stadhouder om voor hem in het geweer te komen. Dus alle soort negatieve beelden werden op haar geplakt door de patriotten. Op 1 september 1784 werd ze gearresteerd. Samen met haar vriendin Keet Zwenke, ook een vervent Oranje-aanhangster. Eigenlijk werd ze op dat moment pas een echt bekende Rotterdammer. Overigens eerst bij de patriotten die hun blaadjes steeds over haar lazen. Maar na haar arrestatie ook bij de orangisten en de gewone Rotterdammers. Haar beroemdheid leidde zelfs tot privileges in de gevangenis. Zo heeft ze tot woede van de patriotten uitbundig de verjaardag van de dochter van de stadhouder in haar cel gevierd. Een jaar na haar arrestatie kwam eindelijk het vonnis. Schuldig. Haar straf? Publieke gijzeling, brandmerken, 10 jaar lang tuchthuis en daarna levenslange verbanning uit de stad. Maar Kaat, die ontkende dat ze bij het schietincident aanwezig was geweest, ging in hoger beroep. Daarom werd ze naar Den Haag overgebracht, waar dit behandeld zou worden. Hoewel ze hier nog 2 jaar vast zat, kwam het nooit tot een definitieve uitspraak. In september 1787 vielen de Pruisen namelijk ons land binnen. Zij verdreven de patriot uit Den Haag en versterkten de macht van de stadhouder en zijn Pruisische echtgenoten. Kaat Mossel werd uiteraard vrijgelaten en keerde zo snel als ze kon terug naar Rotterdam. Hoe werd ze hier onthaald? Wat weten we daarvan? Geen idee. Daar weten we eigenlijk heel weinig van. Kijk, wat we daarvan weten is later ingevuld door toneelschrijvers, door musicals die over haar gemaakt zijn, toneelstukjes.
En daar werd ze triomfantelijk binnengehaald in het achterklooster. Er werd gezongen, het kon ze gek niet of het werd gedaan door haar buurtgenoten. Maar dat is natuurlijk literaire verbeelding. En dat geldt voor het grootste deel van haar leven en daden. Want we weten eigenlijk nog steeds heel weinig over Kaat Mossel. Haar heldenstatus verkreeg ze pas in de 19e en 20e eeuw, toen haar in de volksliteratuur en in toneelstukken van alles werd toegeschreven. Die toeschrijvingen kloppen net zo min als het wijdverbreid misverstand dat hier op dit plein haar standbeeld staat. Op dit monument staat niet Kaat Mossel, maar de Maagd van Holland. Een soort vrijheidsbeeld ter ere van de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572. En dus kun je Kaat Mossel eigenlijk geen held noemen. Haar bijdrage aan de Oranjestrijd was minimaal, of het moeten die 3 jaar gevangenschap zijn. Maar ze was ook geen helleveeg, zoals haar tegenstanders beweerden. Ze was een gewone Mosselvrouw die net als veel Rotterdammers oranje gezind was en daarvoor uiteindelijk in het gevangen belandde. Maar waarom is Kaat Mossel dan toch een Rotterdamse van formaat? Omdat ze een Rotterdamse icoon is. En veel Rotterdammers zich herkennen in haar recht voor zijn raad mentaliteit. Maar dat is niet het enige, want sinds de 19e eeuw staat ze ook symbool voor ons oranje gevoel. En dat is het beeld dat we sindsdien graag van haar uitdragen. Met z'n allen verenigd onder de bescherming van oranje. Als historicus heb ik daar geen moeite mee. Maar als republikein? In zijn tijd net zo beroemd en bejubeld als Rembrandt. Nu een volkomen vergeten Hollandse meester. Adriaan van der Werf. Volgende week in Rotterdammers van formaat.